In de Hellasal aan de Laan van Poot vond afgelopen zaterdag het Open Europees Kampioenschap Kyokushinkai Karate plaats. Dit kampioenschap werd georganiseerd door sportschool Kamakura. Haagse Topsport maakte wat sfeerbeelden en sprak kort met de jongste deelnemer Jodan van Poelgeest. Kijkt u naar de volgende impressie. Jodan van Poelgeest, je bent net in de ring gegaan. Hoe liep dat voor jou? Ja, goed. Je hebt de wedstrijd niet gewonnen. Hoe kwam dat? Hij was groter dan mij, dus daarom was het geen eerlijke partij. En je hoeveelste wedstrijd is dit nu? Vijfde. Maar je bent pas 8 jaar. Hoe lang doe je al aan karate? 1,5 jaar. Je hebt de oranje band. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ik aan de oranje band kom, komt omdat ik examens doe. Zo. En dan een strandtraining. Zo kom ik aan mijn oranje band.